dan de lucifer breekt. Maar dat maakt natuurlijk niks uit, want het is allemaal bij mij thuis. En dan mag het ook gewoon allemaal misgaan. Hallo, wat fijn dat u kijkt. Ik kom me aan, maar wat fijn dat u daar zit. Ik zit te kijken naar mijn eerste vlog, want ik ga beginnen met vlog. Ik bedoel, het is natuurlijk de kerstmisdagen en alle feestdagen zijn weer voorbij. De tijd van de overvloed aan cadeaus. Maar ik dacht, zo gaan we januari natuurlijk niet in. Wat kan ik nou bedenken, zodat de cadeaus toch naar u toe kunnen blijven stromen? En toen dacht ik, vlogs! Ik ga vlogs doen met mijn eigen. Ja, misschien zit u ook op te denken dat u nu zit te kijken en dat u denkt bij uw eigen. Maar als ik nou ineens toch weer naar te kijken, nou, dat zou ik ook denken als ik u was. Maar ik zal mijn eigen eerst eens even behoorlijk aan uw eigen voorstellen. Mijn naam is Marja van Kaat. Ik ben de Nederlandse ambassadrice van Rotterdam, zoals u mij wellicht al kent. Maar misschien kent u mij ook als het boegbeeld van de coalitie erbij. Waar ik me al enige tijd voor inzet als mens, maar ook als vrouw. Omdat ik daarvoor, zeg maar, mijn eigen inzet tegen het gevoel van eenzaamheid. Dat gevoel van eenzaamheid dat we natuurlijk allemaal ook wel kennen. En waar we met z'n allen natuurlijk ook iets op onze eigen manier tegen proberen te doen. En iedereen probeert daar zijn eigen weg in te vinden, zijn eigen vorm. En ik dacht, wat zou het misschien leuk zijn voor de mensen dat ik mijn eigen aan u geef. Voor de momenten dat u denkt even niks te krijgen van het leven. Dat u denkt, ja, hier zit ik dan met mijn eigen. En verder komt er niks. Nou, dan kan u dus zo klikken. En voordat u het weet, zit u bij mij, zit u thuis. Ja, dat lijkt me wel gezellig. Doe ik natuurlijk zelf heel veel. Ik doe natuurlijk ook allemaal dingen ook organiseren. Ik zit bijvoorbeeld natuurlijk als de Nederlandse ambassadrice zit ik elke donderdagochtend bij meneer Rijtjan Potsen op Radio Rijnmond. Waar ik dan de hoogtepunten van het nieuws natuurlijk altijd even bespreek van de afgelopen week. Maar ik organiseer bijvoorbeeld ook mijn eigen bingo shows. Dat doe ik ook. Dat je gezellig naar me toe kan komen. En dan kan je bingo. Kan je met me spelen. Maar zo doe ik natuurlijk nog veel meer. Ook doe ik wel eens iets organiseren voor gewoon dat we koffie inschenken bij de oudere mensen. Maar daardoor krijg ik natuurlijk ook heel veel respons. Dat zijn reacties, zijn dat. En dat vind ik altijd fijn. Ik vind zelf altijd heel fijn als ik reacties krijg van mensen. Want als ik dan een reactie terugkrijg, zeg maar, kan ik daar weer op reageren. En op die manier vind ik toch een soort van invulling aan mijn bestaan als mens. Ja, en dat is misschien ook wel leuk gelijk om aan u te vertellen. Want ik zei het al over de cadeaus. Mijn plan is om mij elke vlog iets cadeaus te gaan geven. Ook aan u, als u daarop reageert. En daarvoor moet u natuurlijk wel responsen. Dan ziet u dat alles gelijk weer samenvalt, wat ik eigenlijk zeg. Want u gaat responsen door bijvoorbeeld zich op mij te abonneren. Dat kan daar beneden. Kan u daar druk of daarboven? Dat weet ik nooit precies. Maar daar kan u dan op klikken, zodat ik dan zie dat u mij hebt bekeken. En dat levert eigenlijk gelijk voor ons samen al iets heel moois op. Want kijk, ik zit hier nu te praten tegen een klein apparaatje. Maar het is toch grappig om te denken dat u daar achter zit. U zit daar nou achter. Niet nu op dit moment, maar wel dadelijk als u daar zit te kijken. Maar dan zit ik natuurlijk niet meer hier. En dan weet je natuurlijk niet, zouden mensen nou kijken, zouden mensen nou niet kijken. Nou, als u zich nou abonneert, dan ziet ik dat u gekeken hebt naar mij. En weet u wat daar nou zo fijn aan is? Doordat u dan klikt, heb ik het gevoel of dat ik dan ook echt besta. Dus dat ik het dan ook ergens voor doe. En dat ik dan contact maak met u op die manier. En dan kunnen u bijvoorbeeld, kunnen u misschien op reageren in de comments.
in de comments. Daar kan u gewoon op klikken en dan kan u er wat onder schrijven. Of u stuurt mij een e-mail. Want dat vind ik nog veel leuker hoor. Via e-mail vind ik altijd heel leuk om spullen binnen te krijgen. Vragen of problemen of gewoon opmerkingen. Of iets wat u vindt van in de stad of in de straat of van uw schoonmoeder. Want daar kan ik natuurlijk zelf ook wel over praten. En altijd maar zo, het leven is als een schaal met aardbeien. Maar... je moet zelf de slagroom kloppen. Je moet zelf mooi de slagroom kloppen. Want een ander, die doet dat niet. En nou ja, kijk, dan kan je natuurlijk doen door gewoon thuis te zitten. Of je kan je dat doen door je eigen maatschappelijk van belang te maken. Van maatschappelijk belang. En dat doe ik dus als de Nederlandse ambassadrice van Rotterdam. En als... zeg maar, het boegbeeld van de coalitie erbij. En het is tijd om de kerstmisboom, om die is dadelijk, ga ik die natuurlijk afloptuigen. En ik weet niet of u dat kan, maar het was altijd zo, dat als je dan de boom hebt afgetuigen, en je legt het allemaal weer zo in de doos, en je draagt het boompje zo terug, de vlieringtrap op het zoldertje op, zeg maar, dat je dan weet, ik kom dadelijk weer in een kille koude kamer beneden, kom ik weer alleen in een kille kamer kom ik weer uit. En dat is eigenlijk altijd het gevaar van januari wat er loert. Dat je dan met je eigen, zeg maar zo, die put van de eenzaamheid induikt. En dat je denkt, nou, voor mij hoeft het eigenlijk allemaal niet meer zo hoor, deze maan. Ik heb het eigenlijk, voor mij hoeft het, ik heb het eigenlijk allemaal niet zo zin. En dat je dan eigenlijk ook de gordijnen dicht gaat lopen trekken. Maar daar moet je voor uitkijken. Dan moet je voor uitkijken. Dus als jij dadelijk thuis die boom hebt afgetogen en je dreigt zeg maar in die eenzame kamer, dan kruip je achter je laptop of achter je computer en dan tik je gewoon mij in en dan tata, daar ben ik dan. En dan, daarom lijkt het me eigenlijk ook zo fijn dat ik zeg maar dat ik dit weggeef. Dat ik dit weggeef zeg maar. Een stoel, maar dan een stoel hier bij mij aan tafel. Dus dat u bijvoorbeeld langskomt bij mij hier gewoon gezellig in mijn huis. En dat we er iets bij drinken. En dat u iets aan mij vertelt. En dat ik daar dan op kan reageren. En dat we dan samen dat bespreken. Zodat andere mensen daar dan ook weer naar kunnen kijken. En daar misschien wel steun uit kunnen vinden. Hè? Of kracht uit kunnen putten. Of plezier uit kunnen vissen. Ja, dat is toch prettig, dat is toch een mooi idee. Nou, kijk, als u een onderwerp hebt waarvan u denkt, nou mevrouw van Kaartje, dat zou fijn zijn als u daar nou eens eventjes aandacht aan geeft, laat het me dan weten. Je kan gewoon een e-mail naar me sturen, Marja van Kaartendrecht, dat is een apenstaartje, hotmail.com. Hoe mis u het dan niet? Nou, dat kan ik u vertellen. Want ik kan u gewoon klikken. Dat is dan daarboven. Of daar beneden. Dat weet ik nooit precies. Maar dan kan u op abonneren. Kan u klikken. En als u daar dan op hebt geklikt. Dan als ik weer de volgende vlog zeg maar. Heb gemaakt. Dan krijgt u een pop-up. Een pop-up krijgt u dan. En dan ziet u dus dat ik er weer ben voor u. En op die manier blijven we dan in contact met elkaar. En nou ja, dus u denkt misschien, ja, wat hebben ze nou dan weggegeven? Dat is deze keer dan geen cadeau. Maar het cadeau is dan dat u zeg maar mij in het echt bij mij thuis mag ontmoeten. Nou, dat lijkt me eigenlijk het mooiste cadeau van het jaar. Om het jaar ook mee te beginnen. Dus Happy New Year zou ik zeggen. En tjoeledokie dan. Maar tot de volgende keer, mijn meid. Dag hoor.